Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB, heeft bij het aantreden van de nieuwe regering een naamsverandering ondergaan. Het departement werd omgedoopt tot Grondbeleid en Bosbeheer, GBB. Vrijdag 23 april 2021 was minister Diana Pokie zover om het nieuwe naambord met logo te onthullen. De bewindsvrouw verduidelijkt dat het ministerie zich niet alleen met grondzaken bezighoudt. Het nieuwe logo symboliseert dan ook de taken en verantwoordelijkheden van GBB. U weet dat er een naamsverandering is. ROGB toen is dan nu vervangen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. En mensen denken vaak genoeg dat we alleen bezig zijn met grondzaken. Maar als u kijkt naar het logo, het nieuwe logo, dan ziet u onze taken. Het geeft aan, het symboliseert onze taken en verantwoordelijkheden. Dus, ik wil ook daarmee zeggen van de slechte naam, het slechte imago van het ministerie. Willen we dan, hebben we de overtuiging ook met ondersteuning van alle ambtenaren, de directie, willen we hebben dat er een frisse wind moet waaien binnen het ministerie. Dus we hebben dan onze nieuwe naamborden en logo dan net zo dadelijk onthuld. We zijn blij met dit moment en vanaf mijn aantreden hebben we gewerkt aan reorganisatie van het domeinkantoor. We staan hier voor domeinkantoor. Hier wordt het harde werk gedaan. Mijn werk, we hebben in het proces, het reorganisatieproces, hebben we dan getracht om dan voor vergemakkelijking van zaken, verkorte procedures, hebben we dan afdeling grondinspectie, hebben we verhuisd naar oud taxatieinstituut, de meestraat. En er is nu een samenwerking tussen grondinspectie en de landmeetkundige afdeling. Daarmee kunnen we meer veldonderzoeken. Met de ondersteuning van landmeetkundige afdeling kunnen we meer veldonderzoekingen doen. En als we goede rapporten hebben geproduceerd door grondinspectieafdeling en landmeetkundige afdeling, denken we dat we zaken kunnen afhandelen. We zijn ook bezig met het digitaliseringsproces. Als zaken gedigitaliseerd is, dan denken we dat we de lopende zaken van de burgers sneller kunnen afhandelen. Als u praat over een problematiek, dan denk ik dat u bedoelt de achterstanden die we hebben aangetroffen binnen dit ministerie. We werken hard, elke dag, maandag tot en met zondag, werken we hard om de achterstanden in te lopen. Als het gaat om duurzaam bosbeheer, dan vanwege de financiële situatie van het land, doen we het met een injecties vanuit internationale organisaties. Daar gaat het zo een beetje. We moeten, als we het besef, we moeten een soort bewustwordingcampagne starten van het belang van onze natuur, bescherming van onze natuur. Daar moet elke burger daar bewust van zijn. En als we praten over de natuurreservaten, de beschermde gebieden, dan moeten we meer dan ooit de dorpelingen, de buurtbewoners, de mensen in de omgeving betrekken in ons beleid, zodat dat besef er is dat we allemaal baat bij hebben dat we onze natuur en bos beschermen. Dus we zijn bezig. Men denkt, misschien vanwege COVID kunnen we dan zoals gewend is binnen de samenleving of binnen dit ministerie, dat er een grote uitreiking wordt georganiseerd. We hebben geen uitreiking vanwege COVID, maar we handelen wel beschikkingen af. Ik zit nu al zeker op ongeveer 1500 beschikkingen die afgehandeld zijn. De zaken zoals een familieverdeling, overdrachten, die gaan heel vlot. En in pending hebben we 510 beschikkingen van para getekend, maar nog niet uitgereikt. We hebben zeker 100 zoveel beschikkingen van Reberg, dat is district Wanica, heb ik al afgehandeld, maar nog geen uitreiking vanwege COVID. We hebben COVID-gevallen hier binnen het domeinkantoor, dus mensen kunnen niet zo makkelijk hun dingen ophalen of afhandelen vanwege het feit dat we op een laag pitje draaien. Maar zeer zeker voor 25 mei heb ik zeker 3500 ongeveer beschikkingen afgehandeld. Dus we zijn bezig, we werken en het begint te vlotten. Ik ben tevreden met de inzet van de ambtenaren, met de inzet van het directieteam.
ik kan zeggen dat het nu wel wat beter gaat.